Ik ben Charlotte, ik ben costume designer en we zijn bezig met de verfilming van de succesvolle roman van Griet op de Beek. Het wordt verfilmd door Jan Matthijs en een hele leuke crew. Het is lang geleden dat ik in Antwerpen heb gefilmd, dus ik vind dat echt fantastisch om hier nog eens te kunnen werken en de kostuums uit te zoeken voor deze film. Ik heb mijn designstudio in Borgerhout, dus dat is heel leuk, want je kunt veel met de fiets gaan doen. De doorpassen waren ook daar, de lezingen waren daar, dus dat was echt zo'n gezellige thuismatch. Ja, tijdens de ruzie. Met de ruzie. Ja, dat gaat krachtig zijn. We hebben vandaag nog een doorpas met Arjan van Vliet. Normaal doen we zo'n doorpassen voor het draaien, maar het is niet zo'n grote rol. En dat maakt het ook net uitdagend, omdat ze net maar een paar kleine fragmentjes heeft in de film en dat je in één oogopslag als toeschouwer moet weten van ah ja, oké, dat is haar karakter, dat is haar rol. Dus moeten we even zoeken dat we net die accenten juist leggen. Ja, heel erg leuk. Ik werk veel met tweedehandskledij, uit kringloopwinkels, oude stukken die ik nog in mijn stok heb hangen, gecombineerd met nieuwe stukken, die we dan ook wel een beetje verouderen. Omdat kledij is altijd mooier als dat gedragen is, als dat bepaalde kreuken heeft, als dat echt aan iemand zijn lijf zit. Dus ik werk op die details heel, heel hard. Ik niet alleen, heel mijn team dat mee in de voorbereiding zit. Die lopen hier gewoon door. Dat is echt een set waar dat een paar oude rotten in het vak zitten. Dat is echt een Rolls-Royce om mee te werken. Iedereen is super vriendelijk, super professioneel, heel gefocust. Ik denk dat we echt een pareltje aan het maken zijn. Stad is regelmatig het decor van films en series. Binnenkort zal u ook heel wat Antwerpse plekken herkennen in de nieuwe film Vele Hemels. Wil u meer weten over Antwerpen als filmstad? Surf dan naar antwerpen.be.